Laura, wat een verrassing. Niet alleen op de rode loper. Nee, ik heb Jordan meegebracht. Die hadden wij eerlijk gezegd niet zien aankomen. Niet dat we Jordan niet gezien hebben, maar dat jij hem zou meebrengen. Ja, ik denk dat ondertussen nu iedereen al lang weet dat we samen zijn. Dus ik dacht, kom, ik ga hem toch eens overtuigen om dat aan te durven. En valt het mee? Het is wel heftig, maar ja, zeker. Absoluut. Met welke verwachtingen ben jij vanavond gekomen? Ik verwacht vooral dat het een heel toffe avond gaat worden. En ik vind vooral het optreden eigenlijk heel spannend. Ik kijk heel hard uit om op te treden. En daar ben ik eigenlijk vooral heel hard op gefocust. Het zijn voor jou momenteel drukke tijden. The Voice Kids begint. Hoe gaat het jaar, het seizoen worden? Ik denk dat het seizoen top gaat worden. Ik heb in ieder geval al een heel goed team, dat kan ik al verklappen. Wij doen dit weekend, nemen we de knockouts op. Dus ja, we zijn daar volop mee bezig. En voor de rest van het jaar hoop ik gewoon dat ik nog veel op het podium ga mogen staan, zoals vanavond. En dat ik mijn nieuwe plaat live ga kunnen spelen deze zomer. Hoe druk gaat de zomer worden, weet je dat al? Toch wel redelijk druk, ja. Maar ik kijk er heel erg naar uit, want ik heb het niet liever. Is er één concert waar je nu al van zegt van dit gaat het worden? Dat durf ik nog niet te zeggen, want de boekingen zijn nog volop aan het binnenkomen. Dus ik zal het u laten weten. Zeg, je hebt jouw schat bij. Volgende week is het Valentijn. Wat gaan jullie doen? Het is een drukke periode en ik vrees dat we allebei gaan moeten werken. Maar we zullen wel proberen van een momentje samen te vinden om gezellig iets te eten of zo. Wie is de meest romantische van jullie twee? Allebei wel een beetje, toch? Ja, wij voelen elkaar goed aan. En hoe uitziet dat dan, dat romantische? Gewoon in de momentjes die we samen hebben koesteren en daar altijd het beste van maken. Voilà.